Het nieuwe tijdperk dat voor ANTV Networks is aangebroken is een teken van groei en productiviteit die de motor zal zijn achter de nieuwe successen die deze periode voor de organisatie met zich zal meebrengen. ATV Networks zit in een belangrijke transformatieperiode waarvan de lancering van het nieuwe logo per 1 februari te zien zal zijn. We spraken medewerkers Shahnaz Frenkel en Harvey Panka over hun visie met betrekking tot deze transformatieperiode. Beide ATV'ers zijn het met elkaar erover eens dat het nieuwe tijdperk nodig was gezien de tijdgeest waarin we leven. Wanneer je ook naar het logo kijkt, straalt het ook een beetje, het straalt vernieuwing uit, dat staat vast. En het maakt mij, en ik denk ook velen onder ons, ook enthousiast. Like, wat volgt nu? Het maakt je enthousiast om te weten wat volgt, om te kijken wat volgt. De nieuwe generatie, nieuwe tijdperk voor ATV, vernieuwing, nieuwe gezichten, jongere gezichten. Dus het maakt me enthousiast. Ik ben benieuwd what's next voor ATV. We zijn niet meer echt in de tijd van de film. We zijn meer echt in de tijd van de digitale periode. En dan is het altijd goed als je als bedrijf ook je kijkerspubliek aantoont dat je doorgaat. Dat je meegaat met de tijd. Dat ze altijd op ons kunnen bouwen. Dat we hun demand, dat we hun eisen altijd zullen inwilligen voor zover wij dat kunnen. Zowel Frenkel als Panka menen dat een mediahuis uit een comfortzone moet kunnen stappen, vooral in een transformatiefase. Belangrijk blijft om in deze tijd te werken aan het neerzetten van kwalitatieve televisie. Ik zeg altijd, als je niet voor iets gaat, ga je niet weten als je het kan doen. Hetzelfde heb ik ook gedaan hier bij ATV. Ik werd benaderd en ik dacht, hey, let's try it, want ik heb het nooit eerder gedaan. Je weet niet wat er te wachten staat. Gewoon doen. En als het lukt, lukt het. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar als je het niet doet, dan ga je nooit weten wat je wel en wat je niet kan. We hebben ook geprobeerd, dat wat we hebben gedaan, dat we de Surinamer ook op tv hebben gebracht. Niet mensen met een jas en een das die zitten in een koude kamer, maar de normale burger, die hebben wij op tv gebracht. Dus mijn les aan iedereen is gewoon be humble. Doe gewoon wat je moet doen en probeer altijd de beste erin te zijn. En als we gewoon doorgaan daarmee bij ATV, dan is er altijd Promising TV. Dan zal het altijd een goed idee zijn om naar ATV te kijken. De medewerkers kijken hoopvol uit naar de positieve impact die de transformatie zal hebben op toekomstige producties. Meer hierover morgen in ons programma In Gesprek Met via kanaal 12.1 om 9 uur 's avonds.